welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik mijn nachtroutine laten zien, dus hoe ik altijd in de avond mijn hele make-up eraf haal. Dit is een geüpdate nachtroutine video, want ik heb al volgens mij ongeveer een jaar geleden deze video al gemaakt. Maar ik ben nou echt veranderd van letterlijk volgens mij elk product is nou anders. En ik heb echt een hele goede routine gevonden voor mijn eigen, die ik ook al nou even een tijd gebruik. En ja, ik wilde hem vandaag laten zien. Ik wissel best wel vaak van producten. Niet heel vaak, maar ik wissel wel eens van producten. Omdat ik dan ja, gewoon iets anders wil proberen wat werkt voor mijn huid. Maar de producten die ik nou gebruik, gebruik ik echt al een tijd. En ik vind ze echt ideaal en ik wil ze ook laten zien. Ik heb in een van mijn vorige video's random in een video verteld dat ik echt een 100 stappen nachtroutine heb. En toen kreeg ik ook van jullie de vraag dat jullie de 100 stappen routine willen zien. Het zijn echt een aantal stappen. Er wordt ook vaak aan mij gevraagd van of ik dit elke avond doe. Ja. Als ik ben opgemaakt, dan doe ik deze hele routine. Als ik geen make-up op heb, dan ja, gewoon niet. Want dan hoeft het niet, want dan heb ik niks op. Dan doe ik gewoon af en toe een maskertje op of ja, whatever. Zoals je kunt zien ben ik nou ook al helemaal opgemaakt. Als je meer info wilt over de look, die staat al op mijn Instagram. En er staat ook een video over, ook op mijn Instagram. Je kunt dan gewoon gelijk zien hoe ik het heb gemaakt. En ik ga nou deze hele plamuurlaag eraf halen. Ik moet wel erbij vertellen, ik gebruik zoveel stappen omdat mijn huid gewoon heel belangrijk is. Omdat ik mij altijd zo heftig opmaak en ook heel vaak moet opmaken. Omdat ik video's maak en al deze shizzle. Dus ik moet mij heel vaak opmaken. Dus mijn huid moet echt in topconditie blijven. Want anders ja, kan ik mijn huid echt heel snel verpesten met de manier hoe ik leef. Dus haal er gewoon vooral uit wat het beste gaat zijn voor jouw huid. Mijn huid is een normale tot droge huid. Daar is het ook een heel klein beetje op gericht. En ja, ik ga gewoon laten zien wat ik gebruik en mijn tips en adviezen omtrent je make-up eraf te halen. Dus vergeet niet te liken en te abonneren. En dan gaan we beginnen. Ik ga gewoon eventjes voor de show een haarband in doen. Dat hoeft nu niet, want mijn haar is al vast. Mijn haar ziet er echt niet meer uit, want ik heb de hele dag gewerkt. Ik heb hier deze W7 haarband ding. Deze is super handig, want er zit een soort van draad in. En je kunt hem dan zo gewoon omheen wikkelen. En dan zit hij gewoon vast. Deze gebruik ik altijd als mijn haar los is en ik mijn make-up eraf moet halen. Maar nou is het gewoon voor de show. Nou, ik begin altijd met het afhalen van mijn wimpers. En dan ga ik eerst mijn oogmake-up eraf halen. Dat doe ik altijd. Of ik nou oogschaduw op heb of niet. Ik heb altijd wel wimpers, mascara, eyeliner of wat dan ook op. Dus die gaat er altijd als eerste vanaf. Dus ik heb hier gewoon mijn kruidvat wattenschijfjes. En de oogmake-up remover die ik gebruik is van Nivea. De micellair waterproof oogmake-up remover. Je hebt hem ook in het niet waterproof. De waterproof is dus zo een zwart flesje. Alleen je hebt hem ook met een wit flesje met blauw. En ik gebruik de altijd die. En ik ben nou veranderd naar de waterproof. Maar ik vind de waterproof iets moeilijker mijn make-up eraf halen. Dus als die op is, ga ik gewoon weer terug naar de witte. En dan breng ik gewoon zo een beetje aan. En dan druk ik het eerst zo in. Zodat mijn make-up eronder een beetje soort van smelt. Vooral als ik veel oogschaduw op heb. Als nou, vind ik dat altijd fijn om te doen. En als ik geen oogschaduw op heb, dan is 1 wattenschijfje genoeg. Maar met zulke ooglooks moet ik er altijd wel 2 hebben. Want kijk, er blijft altijd nog een beetje mascara en zo. Hey! Mag ik gewoon mijn make-up eraf halen? Ja? Mag dat? En met dit laatste wattenschijfje haal ik dan ook mijn wenkbrauw eraf. En dan met de achterkant ook mijn lipgloss. Zo, dan is dat er helemaal af. Dan om het meeste van mijn gezichtsmake-up eraf te halen, gebruik ik gewoon de Action Makeup Remover Wipes. Ik haal ze altijd van de Action, omdat ik echt door deze wipes heen ga. Alsof het niks is, echt alsof het gewoon water is. Ze gaan zo snel op, ook omdat ik dus make-up video's maak en ik ook vaak mijn hand swatch. En dan moet ik weer een wipe hebben om mijn handen af te halen. Dus ja, als ik ze duur ga halen, dan kost dat mij echt een fortuin. En omdat ik mijn gezicht nog schoonmaak met nog een heleboel andere producten, zijn die van de Action gewoon prima voor mij. Kijk even al deze make-up. Zo, nou is het meeste van mijn huid af. Maar echt, believe me you, er zit nog echt een heleboel make-up op mijn huid die er ook echt af moet. Alleen met een wipe eraf halen is echt niet genoeg. Dan heb ik hier een aantal producten om mijn make-up eraf te halen. Die ik echt by far elke dag bijna gebruik en het meest gebruik is de Garnier Bio Reinigingsgel. Deze is
is super fijn en hij is echt heel snel te gebruiken voor je gezicht. Ik pump gewoon een beetje op mijn handen en maak mijn gezicht schoon. Wanneer ik wil schoonmaken en scrubben, een beetje scrubben, gewoon heel lichtjes tegelijk, dan gebruik ik de Glam Glow Tropical Cleanser Exfoliating Cleanser. Dit is ook een schoonmaakgel, maar er zitten hele lichte scrubkorreltjes doorheen die mijn huid dan ook heel licht scrubben. Dus deze is daar handig voor. En als ik gewoon mijn gezicht full force wil gaan scrubben, dan gebruik ik de Essence Into the Snow Glow Sugar Face Scrub. Ik weet niet of hij nog te koop is. Hij is al bijna op, zoals je kunt zien. Dit is echt een hele heftige scrub. Ideaal voor als ik echt mijn gezicht echt moet exfoliëren. Zoals ik al zei, mijn huid is normaal tot droog. Vaak is hij ook heel erg droog, vooral in de winter. En dan moet ik echt heftig kunnen scrubben. En hij is ook heel goedkoop. Je hebt er ook een masker van. Alleen dat maskertje vind ik echt niks. Eén extra ding, als je die hebt gebruikt, er blijven wel een beetje van die hele lichte glitters op je huid. Handig om te weten. Ik ga vandaag niet scrubben, dus ik gebruik gewoon mijn Bio Kanye gel. En deze gebruik ik eigenlijk bijna elke dag. Ik breng gewoon zo een beetje aan. En dan smeer ik het gewoon zo in mijn gezicht. Zo, en that's it. Dan was ik er gewoon van af. Als ik echt extra goed wil schoonmaken en ik het gevoel heb dat er zoveel make-up op mijn gezicht zat dat het er niet af zal gaan, dan gebruik ik ook dit apparaatje van de Action. En daarmee kun je het nog extra zo invrijven. Dan ga je gewoon zo over je huid. Om het gewoon nog extra schoon te maken als je dat zou willen. Maar normaal doe ik het gewoon met mijn handen en klaar. En dan ga ik het eraf wassen. Zo, nou is mijn huid helemaal gewassen en clean en fresh. Doordat je je huid nou zo goed hebt schoongemaakt, beïnvloed je een beetje je natuurlijke huidbalans. Dus wat ik nog altijd doe is, ik ga er overheen met een tonic. En ik gebruik deze van Nivea. Dit is een tonic water voor de normale tot gemengde huid. Die breng ik dan weer hierop aan op een wattenschijfje. En hiermee ga ik dan nog over mijn hele huid om nog het beetje make-up wat er nog op kan zitten, dat het eraf gaat. Ik voel me ook altijd weer een beetje refreshed hierna. En kijk, er zat nog echt gewoon een beetje make-up op mijn huid. Dus echt. Maar ik moet wel zeggen, ik had nou echt een full face make-up op. Nou, dan laat ik het altijd een beetje zo intrekken. Dat gaat op zich altijd wel vrij snel. En dan ga ik nog in met een serum. Dit is de Ordinary Mandelic Acid 10% plus HA. Dit is een serum vooral voor de droge huid. Ik doe altijd gewoon een paar druppeltjes op mijn hand. En die smeer ik dan ook in mijn huid. Om mijn huid weer terug te hydrateren. En ervoor te zorgen dat mijn huid wat minder droog is. Dus die smeer ik in en dan druk ik het zo in. Mijn huid voelt nou altijd een beetje heet aan, maar dat is normaal. En dit doe ik dan ook altijd gewoon één keer per dag. En dan altijd zo nu in de avond. En dan laat ik het ook weer een beetje intrekken, wat ook altijd vrij snel wel gaat. En dan als laatste, eindelijk de laatste stap, een nachtcreme. Ik gebruik de Kruidvat Originals nachtcreme. En dan de Aloe Vera, want die is voor de droge huid. Dit product is mij aangeraden door jullie. En ik gebruik hem nou al een tijdje. Ik vind hem wel heel stroef aanbrengen. Ik weet niet of iemand dit product ook heeft en dat ook heeft. Maar ik pak nou voortaan best wel veel, zodat hij iets minder stroef aanbrengt. Ik vind dat hij mijn gezicht goed hydrateert. Het is een hele fijne crème. Wat ik wel minder vind is dat hij echt niet snel intrekt. Het blijft echt een beetje zo op je gezicht. Dus je gezicht blijft een beetje plakkerig en een beetje vet aanvoelen. Ja, en dat vette gevoel is obvious omdat het is voor de droge huid. Dus dat is op zich wel fijn. Maar ik had het wel fijner gevonden als hij wat sneller introk. Want ik lig af en toe al gewoon echt in bed en dan voel ik hem nog. Dus het duurt altijd ongeveer 20 minuten voordat hij echt helemaal intrekt. Dus ik ben nog een beetje aan het twijfelen over de crème. Dus mocht iemand hier ervaring mee hebben, let me know. Of een andere goede nachtcrème weten, dan hoor ik het graag. Want dit is het enige waar ik nog een beetje over twijfel. En ik heb niet alleen een droge huid, maar ook droge lippen. Dus ik gebruik ook altijd mijn W7 Overnight Lip Masker. En die breng ik dan aan over mijn lippen, zodat ze de hele nacht kunnen hydrateren. Dit masker is zo fijn. Echt in de ochtend, je lippen voelen zo zacht aan. Echt, I love it. Hij is ook al bijna op, maar ik heb er 4, dus I'm good for now. Nou, dit is dan mijn nachtroutine. Dit is wat ik gewoon, ja, altijd doe.
Ik gebruik echter ook maskers. Ik doe 1 tot 2 keer per week een maskertje op. Dus ik wil ook even mijn 3 favoriete maskers laten zien. De 3 maskers die ik nou ga laten zien zijn gewoon mijn ride or die vaste maskers die ik gewoon altijd gebruik. Maar ik gebruik ook hier en daar gewoon een los maskertje. Gewoon een sheet mask of whatever. Gewoon voor de fun. Maar deze 3 maskers zijn echt mijn faves. En ze doen ook alle 3 wat anders. Ik begin eerst met dit Clay & Glow Matte Mask. Dit maskertje is €40. Beetje duur, maar zeker waard. Dit masker is eigenlijk ideaal voor mensen met een vettige huid. Want die hebben vaak acne, onregelmatige huid, roodheden en dat soort dingen. En daar is deze masker geweldig voor. Ik vind hem echt geweldig omdat hij mijn huid intens schoonmaakt. Wanneer ik het gevoel heb dat mijn huid een beetje onrustig is, een beetje vies is. Of ik heb al even een tijd met mijn make-up er niet zo goed afgehaald. Dan doe ik altijd dit masker op. Ik vind hem echt top. Hij maakt je huid echt weer helemaal herboren en heel schoon. Dus vooral mensen met acne of een onrustig huid en dat soort dingen. Dit masker gaat je huid echt heel goed schoonmaken. Waardoor je minder puisten krijgt en dat soort dingen. Dus daar vind ik hem heel erg fijn voor als mijn huid even een clean-up moet hebben. Dan heb ik hier van eGooking de Peeling Mask. Dit is een extreem heftig masker. Deze moet je ook echt alleen maar opdoen in de avond als je niet weggaat. Want je huid wordt helemaal rood. Je gezicht wordt helemaal rood. Dat is ook de bedoeling. Dat is niet raar. Dat moet ook gebeuren. Je moet hem ook maar 6 tot 10 minuten oplaten. Ik laat hem altijd maar 6 minuten op. Omdat hij dus zo extreem is. Maar naarmate je hem vaker gebruikt kun je hem tot 10 minuten oplaten. Als je dat graag wilt. En dit product is echt ideaal voor mensen met een droge tot extreem droge huid. Dit is een extreme peeling die ervoor zorgt dat je weer hydratatie en vocht terugkrijgt in je huid. Wanneer mijn huid echt heel erg dof is, niet meer glanst, gewoon echt een extreme oppepper moet hebben, dan doe ik altijd deze in de avond op. In de ochtend heb ik ook al gewoon gelijk helemaal zo'n mooie, glanzende, dewy huid. En I really love it. Dus voor alle mensen met een hele droge huid, vooral die met een hele extreme doffe huid, droog, dof, geen glans meer, niks. Deze is ideaal. En dan heb ik hier nog de Revolution Honey and Oatmeal Glow Mask. Dit is een beetje een iets mindere, heftigere versie van deze. Dit is ook een glowy mask. Brengt ook weer glow terug in je gezicht. Maar op een heel minder heftige manier dan die. Dus wanneer mijn huid gewoon een beetje normaal is, maar wel een beetje neigt naar droog. En ik gewoon iets meer glow wil, dan doe ik deze op. Ik doe vandaag geen masker op, want voordat ik mij ging opmaken, heb ik al zo'n sheet mask opgedaan, dus I'm good voor vandaag. Maar dit zijn dus mijn 3 maskers die ik zeker iedereen aanraad. Nou mensen, dit was het dan. Dit was mijn 100 stappen nachtroutine. Ik weet, het is een heleboel, maar in principe ik doe dit binnen 10 minuten en het is maar 10 minuten van je dag om je huid gewoon mooi en gezond te houden. Dus ik heb het er in ieder geval zeker voor over. Mijn nachtroutine is in principe geschikt voor iedereen. Er zijn maar een aantal producten die echt zijn gericht op de droge huid. En dat is dit masker, dit serum en de nachtcreme. En de nachtcreme heb je ook in een variant voor de vettige huid en al die zooi. Dus pak dan een andere. Dus dit zijn de enige 3 producten die ik echt alleen aanraad voor mensen met een droge huid. Voor de rest is alles gewoon geschikt voor iedereen. Nou, ik hoop dat iedereen hier weer iets aan heeft gehad. Ik hoop het wel. Vond je het leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Abonneren kan hierdoor op mijn hoofd klikken. Ik plaats ook 2 video's die je ook kunt gaan bekijken. En dan hoop ik iedereen weer te zien bij mijn volgende video. Doeg!